Juni zit vol magie. De lange dagen houden mij wakker tot 's avonds laat. Want zelfs de allerkleinste vonk van juni's magie wil ik ervaren. De afgelopen dagen zijn we bezig geweest met ons tuintje. We hebben moestuinbakken gemaakt, zijn gaten zwarte grond gaan halen en we hebben nu eindelijk de meeste kruiden verpot. Goedemorgen. Het is zondag. Zondagochtend. En het is een hele mooie ochtend. Tom en ik zijn net naar de IJssel geweest. En daar hebben we de zon zien opkomen. En dat was echt heel mooi. Waanzinnig mooi. Oh, ochtenden hebben echt iets. Het is mijn favoriete moment van de dag. En vooral als het een beetje heiig is of dat er mistbanken zijn, dat is dan nu niet zo, maar het is wel een beetje heilig. En ja, dan is er gewoon iets magisch, iets. Mijn brein kan het op de een of andere manier, voelt het niet echt aan. Het is echt alsof
alles, dat ik gewoon alle kanten op ga of zo. En nu zijn we bij een bosje in de buurt. En ik, ja. Bossen hebben iets magisch. Iets rustigs, het blijft magisch zeggen trouwens. Merk ik wel. Maar goed. Het is ook allemaal heel magisch. Ja, we zijn gisteren druk geweest met het klaarmaken van de moestuindakken. Dus al, ja, ons huisje en ons tuintje krijgt steeds wat meer vorm. Dus hopelijk kan ik het een en ander gaan verpotten naar de moestuinbakken. Ja, het is zomer, het is zomer. En alles voelt heel erg naar buiten gekeerd. En een soort van actief. Oké. Ik denk dat wij zomaar zeker in richting huis gaan en wat gaan ontbijten. Maar als ik, als ik in de natuur weer ben, dan wil ik het liefst gewoon de hele tijd blijven. Oké, nog een klein stukje wandelen.